dames en heren. Wederom welkom bij een nieuwe Actua Politiek. In de komende weken zullen alle lijsttrekkers bij ons aan tafel aanschuiven. Natuurlijk allemaal met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart. Vandaag is bij ons Marco Zwart, lijsttrekker van de VVD aanwezig. En hij zal u nu in 1 minuut uitleggen waar de VVD voor staat. Wij willen u graag vragen 19 maart VVD te stemmen, lijst 3. En ik ga u ook 3 redenen geven om dat te doen. 1. Deventer krijgt veel meer te zeggen over zorg en jeugd. Als je niet uitkijkt, wordt dat een excuus om een enorme bureaucratie gemeentelijk te gaan optuigen. De VVD zegt, geef ruim baan aan de mensen die met hart en ziel in de zorg en met kinderen werken. En dat hebben we de afgelopen 4 jaar ook al laten zien. 2. Deventer, als je er prettig wil wonen en werken, moet goed bereikbaar zijn. Sommige mensen op het stadhuis willen graag voor u gaan beslissen of dat dan is met de auto of met de fiets of met de trein. Wij denken dat u dat zelf wel maar kan beslissen. Dus de VVD zegt ruim baan voor uw eigen keuze in het verkeer. En de derde, er zijn partijen die zeggen we hebben zulke mooie plannen, daar wilt u vast wel meer woonlasten voor betalen. En als ze dan nog van plan veranderen, de extra kosten er ook nog bij. De VVD zegt lage woonlasten en ruim baan voor de uitgaven die u graag zelf wil doen. Nogmaals welkom. We beginnen met een citaat uit uw verkiezingsprogramma en daar willen we dan graag een korte reactie op hebben. Kraken is diefstal. Kan kraken nou niet juist bijdragen aan de leefbaarheid van wijken? Nou nee, ik denk het niet. Ik denk dat we gewoon moeten zorgen dat er voldoende huizen worden gebouwd. Daar zijn we volop mee bezig. Er staan nu ook een hoop huizen leeg van mensen die proberen dat huis goed verkocht te krijgen. En daar zou het heel onrechtvaardig voor zijn als het opeens gekraakt wordt. Er zijn woningen die corporaties aan het toewijzen zijn. Nou, daar is sowieso geen ruimte voor kraken. En er zijn ook nog panden die gewoon onveilig zijn. En daar wil je ook niet dat er mensen in gaan wonen, ook krakers niet. Dus de opgave is gewoon ervoor te zorgen dat er voldoende woningen worden aangeboden. En ook in situaties, want dat herken ik wel, dat mensen zeggen ik moet snel een woning hebben. Mm-hmm. Dat er dan ook een manier komt om sociale woningen sneller toe te wijzen. Dat heb ik de afgelopen 4 jaar gedaan. Mm-hmm. Heb met de corporaties afgesproken. Je kunt nu ook spoedzorgerswoningen krijgen. Hoef je niet lang ingeschreven te staan, maar kun je meteen meeloten. En wat zou de sanctie zijn als het toch gekraakt wordt? Is dat een geldboete? Is dat een gevangenisstraf? Nou, dat maakt de officier van justitie uit. Mm-hmm. Maar het belangrijkste is dat het gewoon niet legaal is. Het is ook een manier van voordringen. En wij moeten er juist voor zorgen als overheid dat dingen eerlijk worden gedeeld. Gewoon volgens de regels. Helder. Wat er ook in het verkiezingsprogramma staat, of wat een belangrijk thema is, zijn de financiën. De VVD zegt lage last, of lage lasten, zegt ja. De VVD. En er staat ook in, de VVD wil dat de gemeente niet meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. Nou is de tendens in de gemeente Deventer altijd onder de burgers van ja, de gemeente geeft maar geld uit. Hoe kan dat tij gekeerd worden dat de mensen gaan denken van ja, inderdaad, er wordt goed op het huishoudboekje gelet en er wordt niet meer geld uitgegeven dan er binnenkomt. Want dat lijkt me een hele lastige. Ja, dit blijft natuurlijk altijd een probleem. Dus je moet, als je gaat stemmen, ook goed nadenken welke partij vertrouw ik dat toe? Dat is gewoon een hele belangrijke vraag, want je moet dat elke 4 jaar opnieuw weer bevechten, is mijn ervaring. Ja. Wij hebben dat de afgelopen 4 jaar ook gedaan. We hebben ook elke keer als er partijen kwamen, die zeiden ja, maar deze belasting kan toch nog best een beetje omhoog. Elke keer gezegd nee, woonlasten moeten laag zijn en het maakt ook niet uit. Dan zeggen mensen ook, ja, maar de OZB, dat is alleen maar voor mensen die een koopwoning hebben. Nou, die hebben het om te beginnen al moeilijk genoeg. Maar het wordt ook gewoon doorberekend aan de corporaties en dan krijg je er als huurder ook mee te maken. Mm-hmm. Wij denken dat juist in deze tijd mensen het in hun huishoudboekje al heel zwaar hebben. En het enige wat wij nou als gemeente nog kunnen doen, is die woonlasten laag houden. Nou, laten we dat dan alsjeblieft proberen. Helder. Er staat ook in, de gemeente kan in sommige gevallen de taken goedkoper uitvoeren dan het Rijk. En dan wordt dat voornamelijk gezegd op die transitie die eraan komt, rijkstaken die naar de gemeente toekomen, want de gemeente is minder bureaucratisch. Precies. Kunt u daar een concreet voorbeeld van? Hoe moet ik dat zien? Waarin verschilt dat ten opzichte van het Rijk? Ja, ik ben toevallig ook wethouder jeugd, dus dat is voor mij het makkelijkste om het voorbeeld te geven. We hebben daar de afgelopen jaren een systeem gehad dat als je kind een probleem heeft, dan moet je zelf als ouder gaan bedenken wat voor soort probleem het zou zijn. En dan moet je misschien via de huisarts en de zorgverzekeraar, misschien via het bureau jeugdzorg, misschien via de GGD. Maar je weet eigenlijk niet goed waar je dan terecht moet. Dan heb je vaak procedures met indicatiestellingen. Dan gaan dan mensen met het kind praten en beslissen wat er moet gebeuren.
Maar dan moet er weer apart worden gekeken of er ergens plek is. En dan sta je op een wachtlijst. Dus daar zit een enorme bureaucratie omheen. Waar veel mensen die eigenlijk gewoon met kinderen willen werken hun tijd aan verdoen. En wat we nu in Deventer gaan doen, is heel simpel zeggen. Als je als ouder straks een probleem hebt, dan kun je gewoon terecht op de plek waar je kind al naartoe gaat. Het kindercentrum, de school, consultatiebureau. Daar zitten de mensen die ook die hulp of zelf kunnen geven of kunnen beslissen. Nou, dit is wat goed bij jouw kind past. Meteen in een omgeving waar ze al veel weten. Zonder indicaties, zonder de hele rompslomp. En dat is al geoogst? Ik bedoel, het is al aanwijsbaar dat het ook daadwerkelijk minder bureaucratisch is? Of is dat alleen op papier? Nee. We krijgen deze kans. Deze kans krijgen we pas per 1 januari om dat zo door te voeren. Maar we zijn wel op een aantal terreinen al begonnen met dat voor te bereiden. En wat je bijvoorbeeld zag bij de bureaus jeugdzorg. Een paar jaar geleden werden er nog heel veel, ja, dat is jargon, onder toezichtstellingen uitgesproken. Ja, ja. Hè, dat je kind eigenlijk uit huis wordt geplaatst. Ja, en wat we dus de afgelopen jaren hebben gezien, is door een andere manier van werken. Er eerder bij zijn en veel meer in overleg met de ouders oppakken. Eigenlijk zoals we ook straks willen werken, want dat is ook een belangrijk verschil met vroeger. Ja, dat je dan eigenlijk die erge stappen niet meer hoeft te zetten, omdat je er gewoon eerder bij bent. Afrondend op het financiën thema. Er staat een zin in en ik zou hem graag dat je hem uit kan leggen. Er wordt een streep gehaald door bestuurlijke bijzaken en uitgaven waarvan de kosten en resultaten niet in verhouding met elkaar staan. Ja. We beginnen gewoon bij het eerste woord, bestuurlijke bijzaken. Wat zijn dat? Nou, dat is ook voor een deel een politieke vraag. Maar wij vinden het dus eigenlijk onzinnig dat je in deze tijd als gemeente, als lokaal bestuur ook nog bezig bent met allerlei vormen van internationaal beleid. Het is maar even een voorbeeld. Mm-hmm. En bijvoorbeeld cultuur, want de VVD zit op de lijn van ja, als een euro inkomt, moet het eigenlijk ook weer een euro moeten terugkomen. Tenminste, er moet kosten-baten-analyse gemaakt worden. Dat is bij sommige onderwerpen natuurlijk lastig, ook bij cultuur. Want dat is niet in geld uit te drukken. Zegt de VVD dan ook, ja, we moeten daar misschien wel minder in gaan investeren in cultuur, omdat dat te weinig oplevert voor een stad of te weinig oplevert toonbaar? Nee, omgekeerd, dat staat er ook in. Kijk, wij denken dat we in Deventer ook trots mogen zijn op een aantal culturele ondernemers die er wel degelijk in slagen om voor elke euro die erin steekt ook weer euro's terug te gaan verdienen. En daar willen we juist meer van hebben, want Deventer is ook een cultuurstad. Dat is ook goed voor de economie in Deventer, maar dat moet wel de uitdaging zijn. Niet simpelweg maar steeds meer subsidie binnenhalen en misschien wel mooie dingen voor doen, maar daar houdt het dan op. Wij willen graag dat er ook geld verdiend wordt in Deventer. Helder. We hebben een onderdeel in het programma waarin we u 5 stellingen voorleggen. Daar kunt u kort op reageren met ja en nee. Als er aan het einde van het programma nog tijd over is, dan kunnen we daar nog even kort op ingaan. Doen we. Goed, stelling 1. De camping is een prima alternatief als je de huur van je huis niet meer kunt betalen. Nee. Vrijwilligerswerk zorgt voor verdringing op de arbeidsmarkt. Nee. De windmolens langs de A1 vallen onder groene symboolpolitiek. Zeker weten. Schoolbesturen kunnen prima zelf voor het onderhoud van de gebouwen zorgen. Ja, denk ik wel. De burger komt als het misgaat te snel de hand ophouden bij de gemeente. Kun je niet in zijn algemeenheid zo beantwoorden. Nee, er zijn burgers waar dat voor waar is. En er zijn ook burgers die terecht een beroep op ons doen. Komt allebei voor. Dank u wel. We gaan het hebben over bereikbaarheid. Ja. En dan wou ik graag beginnen met bereikbaarheid van politici. Ja. Want er zijn vertegenwoordigers van het MKB. En die zeggen daar van, praat u nou eens met ons. En tegelijkertijd zegt politie, ja, we praten wel met jullie. Maar men verstaat elkaar dus kennelijk niet. Er was ook Heint Riele was er ook. Mm-hmm. En die zei, komen jullie nou eens kijken. Kom eens vrijwilligerswerk doen. Want hij zegt van, het is geweldig. Wat er gebeurt bijvoorbeeld bij het Dikkers Festival. 900 vrijwilligers. Daar doen kinderen mee van het van de boot. Van de, hoe zeggen we? Theaterschip. Ja, precies. Er doen toneelgezelschappen mee. Burgers doen mee. De scouting doet de beveiliging. Hartstikke verbonden voelt men met elkaar. Hè. Het is goed voor de sociale cohesie. Men voelt zich verbonden met de stad. En toch zijn er dan politici die zeggen, ja, maar wat doet Dikkers nou eigenlijk of voor de gewone Deventenaar? Oké, nou dat heb je in ons programma dus ook niet zien staan. Nee, dat staat niet in uw programma. Dus... Maar over bereikbaarheid van politici wil ik wel graag vragen. Kunt u dat verklaren, dat verschil daarin, in die kloof tussen wat burgers ervaren en wat politici zeggen of ervaren? Ja, ik vind dat zelf dus. Laat ik beginnen even het voorbeeld waarmee je begon. Ik praat echt vaak met MKB en ook met DKW en ook met losse ondernemers. Dus dat beeld denk ik. Mijn naam is geloof ik niet bij genoemd in dat geval. Nee hoor. Er zijn echt ook wel mensen heel boos op mij. Omdat ze zeggen, ja, ik wil met jou over iets praten en ik krijg mijn zin niet. Dat is mogelijk. Maar
Over het algemeen zoeken we die contacten juist op. Ik ben maar een heel klein deel van de tijd op het stadhuis en meestal in de stad. Het is vaak ook een taalprobleem. Ik zie ook gewoon mensen die in de politiek gaan, binnen een jaar, als je niet uitkijkt, taal uitslaan die niemand meer begrijpt. Maar wat bedoelt u daarmee? Is dat te veel jargon? Te veel jargon, te abstract, te bureaucratisch. En je moet eigenlijk toch vrij direct blijven zeggen waar het je nou echt om te doen is. En dat probeer ik dus ook zoveel mogelijk te doen. En dan kun je elkaar ook beter begrijpen. Dan gaan we over naar iets concreets. In uw verkiezingsprogramma daar staat hè, dat de VVD die wil investeren in parkeren. Klopt dat? Waar wilt u precies in investeren? Nou, eigenlijk heel simpel, in meer parkeerplaatsen. En wij hebben zelf ook de afgelopen maanden, heeft de VVD zich al heel druk gemaakt voor een echt een goede opknapbeurt van de Noorderbergpoortgarage. Dat is gewoon belangrijk voor dat deel van de stad, om daar een impuls aan te geven. De parkeerruimte op het Muggenplein is al uitgebreid. We willen nog uitbreiden aan de overkant, want parkeren op de Vorp, dat vinden veel mensen die Deventer komen bezoeken, ook schitterend met dat pontje naar de overkant. En uiteindelijk is het ook de bedoeling dat de Wilhelminabruggarage straks verdwijnt en dat in plaats daarvan een sluiskwartiergarage. Maar is het nou nodig om zoveel parkeergarages te maken? Want de bezittingsgraad neemt structureel af. Nou, dat is een spannende vraag, want deze conclusie trek je heel snel. We hebben nu voor het eerst iets meer dan een jaar dat we inderdaad zeggen, we zien dat bezoek aan de garages duidelijk dalen. En dat kan twee dingen betekenen. We hebben zien gelijktijdig ook een daling van het bezoek aan de binnenstad. Dus daar heeft het naar alle waarschijnlijkheid mee te maken. Dat zie je ook in andere binnensteden gebeuren. Het is geen speciaal Deventer verschijnsel. We hebben natuurlijk met elkaar wel de ambitie, het streven om veel meer mensen naar Deventer toe te lokken. Dat hebben we ook in andere beleidsprogramma's staan. Ja, als dat gebeurt, moet je ze wel een plek kunnen bieden. Dus dat zit achter die plannen voor die garage. Maar tegelijkertijd is grote kerkhof in 2015 wordt die autovrij. Dus aan de ene kant moeten de garages opgeknapt worden, maar er wordt een heel plein waarop geparkeerd wordt. Ja. Wordt autovrij. Dat is toch een contradictie? Nou, dat heeft te maken met wat ik net zeg. We streven er eigenlijk naartoe om steeds meer bezoekers naar Deventer te krijgen. En we merken ook dat als je met mensen praat over wat goed is en wat mooi is en leuk is aan Deventer, dan zijn het juist die prachtige gevels en die schitterende pleinen die je bij elkaar hebt. En het idee is, dat hebben bij de Brink is dat al eerder gebeurd, dat als je die pleinen autovrij maakt, dat je in feite het voor mensen ook aantrekkelijker maakt om naar Deventer toe te komen. Maar daar zeg ik inderdaad als wethouder verkeer bij, dat kan alleen maar als je goede alternatieven biedt. En dat is ook de hele tijd de discussie. Maar dat is wel heel duur, want dat zeg ik als lijsttrekker precies zo. Er moeten goede alternatieven zijn. Okay, maar u zegt, wethouder zeg ik dat, maar u zegt het ook als lijsttrekker. En één ding waar ik wel trots op kan zijn, we hebben als VVD niet zoveel andere dingen gedaan dan we ook beloofd hadden. Okay. U zegt dat, hè? Maar 8,5 miljoen kost dat, het opknappen. Ja. En dan wilt u een investeerder vinden die ook voor 4 miljoen gaat. Want wat hebben we daar gezegd? Kijk, vanuit parkeren bekeken alleen, is meer dan 4,5 miljoen op geen enkele manier te rechtvaardigen. Maar dan weten we eigenlijk dat je nog steeds een wat afstandsogende, niet goed werkende garage hebt. En dat is nou juist voor dat deel van de stad wel belangrijk. Dat je eigenlijk een echte toegangspoort en wel comfortabel maakt. Maar gaat u daar wel een investeerder voor vinden? Want die kosten, die inkomsten, die nemen ook al 4 jaar lang af. Nee, dus voor het parkeerdeel kunnen we dat aan. Okay. Maar daarom dat we maar tot 4,5 miljoen komen. En we hebben eigenlijk 8,5 nodig om het goed te doen. Dus ik heb ook de raad gevraagd, geef mij nou de kans, juist in het belang van de Nieuwstraat, van de omgeving daar, ook van de mensen die eromheen wonen, om te kijken of we het echt goed kunnen doen. Nou ja, en dan moet ik gewoon een jaar lang hard aan het werk om te kijken of we dat geld bij elkaar kunnen krijgen. Okay. We hadden u net, hebben we u een paar stellingen voorgelegd. Daar komen we nu even op terug, of tenminste op een aantal. Ja. Ik vond er eentje heel erg leuk. U zei, schoolbesturen kunnen prima zelf voor het onderhoud van de gebouwen zorgen. Ja, tegelijkertijd heeft u wel een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over die om met het verzoek om die wet terug te draaien. Klopt dat? Nee, niet met het verzoek de wet terug te draaien. Maar in die brief hebben we samen met een aantal andere gemeenten aangekaart dat als het gaat op de manier waarop het nu is bedacht. En hoe gaat dat? Kunt u dat kort even uitleggen? Nou, er gebeuren twee dingen. De verantwoordelijkheid gaat over naar de schoolbesturen. Die krijgen in principe dat geld mee. Maar er zit een regel bij die dan ook zegt, je mag het alleen maar gebruiken voor onderhoud. Je mag niet meedoen aan het investeren in nieuwbouw. Maar vaak zeggen scholen, maar eigenlijk willen wij ook onderwijskundig dingen beter en anders doen. Geef ons nou de kans om dat geld wel te gebruiken voor nieuwbouw. Maar is dat zo? Want u zegt dus eigenlijk, die schoolbesturen gaan het oneigenlijk gebruiken. Nee, ik zeg het andersom. Die schoolbesturen gaan het heel eigenlijk gebruiken. Want die denken na over de manier waarop kinderen les moeten krijgen. Maar die zeggen, wij hebben liever onderhoud. Wij zeggen, wij leveren liever dat onderhoudsbudget dan in voor een nieuw gebouw, waar je ook minder onderhoud aan hebt. Maar wat ook beter past bij de manier waarop we onderwijs willen geven. Maar dat mag straks niet meer. En nou is het wel
het primair onderwijs zegt, maar 300 miljoen van het geld dat de gemeentes nu binnenkrijgen, wordt niet besteed voor onderhoud. Ja, maar dat is het tweede punt. We hebben nu even gehad over de overdracht zelf. Ja. Daar gaat het geld wel mee. Maar is het probleem dat je het niet meer mag combineren met nieuwbouw? Maar dan krijg je het andere probleem. Het Rijk riep eerst, de gemeenten geven te weinig uit aan scholenbouw. Dat werd toen berekend op 256 miljoen. Dat is het bedrag wat ze noemen. En dat gaan we uit het gemeentefonds halen. En toen dacht iedereen, dat gaat dan naar de scholen om uit te geven aan scholenbouw. Maar dat gaat niet naar de scholen om uit te geven aan scholenbouw. Dat gaat naar de scholen. En dan moet er in het kader van de afspraken die landelijk zijn gemaakt ook de CAO uit worden betaald en allerlei andere nieuwe initiatieven. Zodat de schoolbesturen ook tegen mij zeggen in Deventer, ja, sorry, wij kunnen nog steeds niet meedoen met de plannen die er nu zijn. En dat betekent dan eigenlijk dat in Deventer, waar we wel altijd dat geld wat we kregen hebben uitgegeven aan schoolbesturen, aan schoolgebouwen, dat het geld er niet meer is. En dat er dus ook plekken waar je eigenlijk een goed schoolgebouw zou willen gaan bouwen, waar iedereen het over eens is, ja, gewoon de financiële ruimte die we daarvoor hadden, gewoon is weggehaald. Oké, dank u wel voor de toelichting. Mag ik u hartelijk danken ook voor uw aanwezigheid. En ik wil graag ook de kijker thuis bedanken. Ik hoop dat u de volgende keer weer kijkt naar een nieuwe Actua Politiek. Maar voordat het programma is afgelopen, krijgt Marco Zwart, lijsttrekker van de VVD, nog 30 seconden op die camera daar, meneer Zwart, om te vertellen waarom te stemmen op de VVD op woensdag 19 maart. Ik hoop dat u 19 maart op de VVD gaat stemmen. En ik heb u die drie redenen aan het begin ook al gegeven. Wij willen eigenlijk ruim baan voor vakmensen tegen de bureaucratie in. Wij willen heel erg graag dat er ruim baan is voor uw eigen keuze in het verkeer en dat niet anderen beslissen hoe u zich moet verplaatsen. En we willen heel erg graag ruim baan voor de keuzes die u zelf met uw uitgaven wil maken, dus lage woonlasten. Dat hebben we de afgelopen 4 jaar laten zien dat we daar ons hard voor inzetten. Dat willen we graag de komende 4 jaar blijven doen.